Hallo jongens en meisjes, dames en heren en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Nou, mocht je mij niet kennen, ik ben Jordi, dit is mijn YouTube kanaal en dit is mijn intro. Die intro, daar moeten we ook nog eens even wat aan doen. Dus mocht jij een goede intromaker zijn, slide even in de DM's. Nou, mocht je me ook niet meer kennen, dan vind ik dat niet zo gek. Want we hebben even een tijdje niet meer geüpload. Maar dat gaan we serieus goed maken met jullie. En ja, zoals je ziet, ik ben alweer in Dubai. Nou, ik heb heel veel vragen gekregen van, woon je nu in Dubai? Nee, ik woon niet in Dubai. Nee, ik heb geen auto in Dubai, want de GT3 RS die hier staat is niet van mij. Die mag ik lenen. En ja, wat doe je dan in Dubai? Nou, ten eerste zijn we hier even op vakantie, gewoon gezellig met het gezin. En ten tweede moeten hier wat dingen geregeld worden, waaronder een auto die vervoerd moet worden richting Europa. Nou, en dat gaan we nu maar gewoon eens even doen. Ja, nou, deze auto's kennen jullie natuurlijk al van de vorige vlog. Het was niet de bedoeling om weer verder te gaan in Dubai, maar ja, dat komt er helemaal zo uit. En zeg maar zelf, dit is niet heel vervelend om naar te kijken. Allereerst natuurlijk de Porsche waar ik mee mag rijden in Dubai, als ik er ben, maar ja... Ik zal jullie laten zien, dat is nog niet helemaal gelukt, want we hebben inmiddels, ja, 219 kilometer op de teller staan. Het is hier behoorlijk heet, het is 42 graden. Van de week sneeuwt het nog in Nederland en ja, hier is het al volop zomer. Dus dit soort auto's zul je niet zo heel erg veel meer buiten zien, omdat het gewoon eigenlijk te heet is om lekker gewoon even te gaan toeren met zo'n auto. Ja, en die auto hiernaast zal ook niet veel gaan rijden hier in de zomer, want die gaat richting Europa en ja, dat moeten we even gaan regelen. Hoe krijg je zo'n auto in Europa? Dat ga ik jullie laten zien. Bij een auto van een paar miljoen kan er natuurlijk wel een koffertje af voor de oplader en dat ziet er natuurlijk wel heel leuk uit. Ja, en jullie snappen natuurlijk wel, als het buiten 42 graden is, hoe warm het hier binnen in deze garage is zonder airco. Zeggen, de airco doet het prima, want die start hem en hij blaast eigenlijk gelijk koude lucht. Dat is dan wel weer een voordeel. Ja, en daar staat hij dan in volle glorie. Nou, ik kan er wel heel luchtig over doen van ja, het is toch wel een auto. Ja, het is wel een auto van meer dan 1,5 miljoen. Dus zelfs voor mij is het heel bijzonder dat ik met deze auto mag rijden. En wat gaan we doen met deze auto? Nou, morgen gaan wij vliegen en ook deze auto gaat morgen vliegen. Alleen vandaag moet die alvast even weggebracht worden, want die gaat natuurlijk even wat minder makkelijk aan boord dan wij. Want ja, wij stappen gewoon met tas in en wij gaan in het vliegtuig in. Deze moet even klaargemaakt worden voor de vlucht en dan wordt hij richting Europa vervoerd. We zitten in zijn versnelling, even snel Waze aanzetten. Oh. Oké, jongens. Ja, dat is punt 1 van de Bugatti is, hij heeft een, oh sorry, die gaat de verkeerde kant op. Hij heeft een enorme draaicirkel. En zoals je ziet, de camera zit letterlijk bovenop mijn stuur, want er is bijna geen ruimte daarvoor. Dus als ik een paar keer de camera raak, dan moet jullie maar niet boos op me worden. Ik heb mijn best gedaan om de camera in ieder geval aan boord te krijgen. Ik heb natuurlijk het voorrecht gehad dat ik in Nederland ook wel eens met de bekende Velons heb mogen rijden. En mensen vragen mij dan wel eens, ja, hoe rijdt zo'n hypercar nou eigenlijk? Hè? Is dat wel heel bijzonder zijn en is dat moeilijk te besturen? En dan zeg ik altijd, en dan kijken mensen me heel gek aan, ja, het rijdt eigenlijk gewoon als een Volkswagen Golf met DSG. En dan zou je zeggen, ja, maar dit is een Bugatti met 1200 pk, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Hij is wel een stuk stugger natuurlijk, zoals je ook merkt. Maar hij staat nu in automaatstand. En ja, het rijdt eigenlijk gewoon vanzelf. Het pakt gewoon netjes op. Je hoort natuurlijk aan de geluiden dat er iets heel bijzonders achterin ligt. Maar ja, het rijdt gewoon heel makkelijk. Het is net zoals als een andere auto. Gewoon vier wielen, een stuur, gas geven, ga je harder en remmen. Ja, dan remt hij heel goed. En voor de rest, het is een normale auto. Als je normaal rijdt. Nou, en ik zie al dat we een klein probleempje hebben, want we moeten deze auto afleveren op het vliegveld met een lege tank. En hij is bijna helemaal vol. Ja. Nu is dat bij deze auto vrij makkelijk op te lossen door een paar keer veel gas te geven. Alleen met een volle tank moet je dat wel een paar keer, ja, echt heel veel doen.
En heuvels, dat komt er nu eentje. Vind ik altijd een beetje eng. Deze auto is heel laag. Hij staat nu niet in handlingstand, dus hij staat wat hoger. Maar alsnog is het een hele lage auto. En jullie gaan het straks op de snelweg wat beter horen, maar dat geluid van deze auto blijft wel iets heel bijzonders. Het is niet heel mooi. Het is een 16 cilinder, dus het klinkt anders dan alle auto's die je wel eens hebt gehoord. Want we zijn natuurlijk bekend met 6, 8, 10 en 12 cilinders. Maar 16 cilinders, ja, die zitten eigenlijk alleen maar in de Veyron. En in de Chiron en nog wat andere hypercars. Maar ik bedoel, die zie je natuurlijk niet vaak op de weg. Nou, vooral die blow-off hoor je heel hard, omdat de 4 turbo's natuurlijk achterin. En ik vergelijk het altijd maar een beetje met een Subaru Impreza. Die heeft ook zo'n lekkere blow-off sound. Ja, dat heb je bij deze ook. Bij gas los. Ja, ik zou het jullie zo laten horen. Dan blaast hij aardig. Je geeft gas. Komt die turbo en... Hoorde je hem? Ja. Nou, ik weet niet hoe dit overkomt op de video, maar je ziet het, ik krijg er een smile van op mijn gezicht, want het is heel grappig eigenlijk en heel bijzonder natuurlijk. En we hebben weer een hobbel. Ja, we gaan bijna de snelweg op en een ander probleem wat ik al snel merkte, wat ik eigenlijk vergeten was van andere keren dat ik hem heb gereden. Hieronder, als je goed kijkt, bij mijn linkervoet zit zeg maar al het voorwiel. Dus je voeten, ja, die zitten eigenlijk best dicht op elkaar. En als je dan maatje 45 hebt zoals ik, is dat na een tijdje, zou dat best wel eens oncomfortabel kunnen worden. Ja, en dan zitten we op de snelweg. Het nadeel alleen in Dubai op de snelweg is dat je niet harder dan 120 kan rijden. De maximum toegestaande snelheid is hier 100 en ze flitsen pas bij 120, dus iedereen rijdt 120. Maar ook niet harder, want om de 500 meter staan hier... flitspalen. Dus even gas bijgeven. En dat is wat minder subtiel bij deze auto. En deze vlog, dat wordt een soort familieprojectje, want Jaden zit nu vanuit het raam met de GoPro te filmen. Dus ik hoop dat jullie ook nog wat leuke beelden van buiten straks zien krijgen. Ja, en Jordi, hoe bevalt dat rijden in de Veyron dan? Nou ja, wat ik jullie al aangaf, als je natuurlijk niet heel hard ermee rijdt, dan is het eigenlijk gewoon een standaard auto. Het rijdt gewoon vrij comfortabel. We rijden nu 110 ongeveer. Alleen, het leuke is natuurlijk het gas geven in deze auto. Want dan krijg je natuurlijk ineens die 1200 pk en die moeten we wel eens even uit gaan testen. Want de tank is nog meer dan 80% vol. Nou, hier voor ons zie je de bekende radarpalen. Die zijn we nu voorbij, dus we hebben nu eventjes 500 meter om gas te geven. Ongeveer 500 meter. En dat gaan we dus even doen. Komt-ie. 500 meter. Ik zit te trillen op mijn stoel. Ik zag ook ineens, ik gaf gas. En ik wist dat dus niet. Maar als je dus gas geeft, gaat de handlingstand automatisch aan. Misschien zag je maar achteruit, zag je de vleugel omhoog komen. Holy moly. Nee, je hebt natuurlijk de film waarschijnlijk gezien van mij en Nick. Dat Nick naast mij zit achter het stuur. Maar als je zelf achter het stuur zit. Holy. Ik heb hier geen woorden voor. Oké, terug naar de studio. Nou, we hebben geen studio. Ja, en dan hebben we nog een ander duivels dilemma. Zoals jullie weten zou ik eigenlijk de Street Chasm gaan rijden. Alleen toen ik hier in Dubai zat, toen zat ik even in mijn agenda te bladeren. En toen kwam ik er dus achter dat zowel de Street Chasm als de Gumball 3000 tegelijkertijd zijn. In exact dezelfde week. Dus niet een week voor elkaar of gewoon 3 weken aan elkaar. Nee, ze vinden tegelijkertijd plaats. Ja, en wat kan je dan doen? Je kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. En ik wilde ze eigenlijk allebei gaan doen. Dus wat ga ik nu doen? Nou, jongens, zeggen jullie het maar. Moet ik de Gumball 3000 gaan rijden of moet ik de Street Chasm gaan rijden? Eén dingetje is wel, als ik de Gumball 3000 ga rijden, is het onder andere met, ja, met deze auto. Holy shit.
geloof dat ik nu alle vluchtheuvels van Dubai wel gezien heb. En we zijn nu ergens op een of ander industrieterrein. En ik hoop dat we nu goed zitten voor de cargo flight. En we hadden dus nog niet alle heuveltjes gehad. Ja, dan gaat met deze Bugatti. Het is gewoon een double clutch, zoals ook in je Golf zit. En het schakelt wel lekker snel. En ook snel weer terug. Alleen die acceleratie, jongens. Wow. Fuck. Sorry. Nee. Deze heuvel. Holy. Hoe verzinnen ze het? Dit is geen heuvel meer. Dit is de Utrechtse heuvelrug. Jezus. Holy. Hij ging dus nu in zijn tractiecontrole. Vierwiels gingen de spinnen en dan gaat hij volgens de tractiecontrole en dan bam is het vermogen aan deze weg. Of dat je een whiplash krijgt, kan ik je vertellen. Oké, meneer, dat is toch, je verzint het niet, hè? Je verzint het niet. Wat de hel? Nou, dat is dus ook typisch Dubai. Dit is one way, dus mensen mogen hier niet eens terugrijden. Maar die meneer besloot eventjes voor mij langs te gaan draaien. En de auto om te keren. Wauw. Had je toch bijna een crash van een Veyron meegemaakt? Ik denk dat dat wereldnieuws was geweest. Nou, we zijn eventjes gestopt hier na de security checkpoint. Want zoals normaal in Dubai is er natuurlijk weer wat onduidelijkheid. En moeten ze een nummer hebben en mogen we niet verder. En ja, dan wachten we gewoon even. Dit is typisch voor Dubai hoor. Dus maak je geen zorgen, dit komt vast goed. Denk ik. Heb je mooie beelden voor papa gemaakt, Jaden? Ja, ik hoop het wel. Je hoopt het wel, maar je weet het niet zeker? Ik weet het niet zeker, maar één keer ging ik de spiegel filmen. Ging je de spiegel filmen? Ja, maar ik wist niet dat hij op en neer kon, dus daarom zat ik steeds zo. En toen ging ik ineens uit het raam en toen ging ik zo springen. Oh. Ja, maar je denkt dat het wel goed gekomen is, toch? Ja, ik heb wel een paar mooie beelden, maar toen zei mijn moeder dat het niet mooi was en daarom ging zij de hele tijd filmen. Was ze niet tevreden? Daar zit hij hoor. Hey! Nou, paspoort moeten inleveren. Straks jouw paspoort? Ja. Straks een stempeltje halen, dit kaartje straks teruggeven en dan met geluk krijg ik mijn paspoort terug. Maar, en dan? No problem. Kom, we gaan een auto afleveren. Ja, nou, ik raag die aan. We mogen blijkbaar verder, dus ik zat hier lekker muziekje te luisteren. Dat was oké. Okay. Maar ja, copyright hè. Dus ja, we gaan verder. We gaan verder. Let's go. Lekker lange weg. Ik denk niet dat ze hier flitsen zijn, we zouden zeggen, toch? Ik was zo lekker bezig, we moeten dus draaien. Mooi dus. Yay. Ik hoop dat we daar nog tussendoor kunnen. Oh shit. Dag Cindy. Nou, we gaan gewoon nog een keertje, dat vinden we helemaal niet erg. Mensen staan hier ook te kijken, die hoorden natuurlijk eerst twee keer een Bugatti voorbij flitsen en dan vol in de remmen. Nou ja, goed. En aangezien we nog niet alle heuvels van heel Dubai hebben gehad, hebben we gewoon een bonus. Jawel jongens, daar komt er weer een.
pakken hem lichtjes schuin. Lichtjes schuin er weer af. Niks aan dat bandje. Zo. Heel aso op twee plekken, maar het moet maar eventjes, jongens. A few moments later. Ja, en hij staat er nog steeds. Zoals je ziet, het is helemaal uitgestorven hier nu. Het is bijna 7 uur. En wat houdt het in? Ja, het is hier Ramadan. En om 7 uur mag iedereen eten en alles ligt stil. En wij moeten nog 1 clearance moeten we gaan halen. We zijn al bij verschillende offices geweest. Ja, bureaucratie. En hopelijk gaan we vandaag nog wegkrijgen, want anders hebben we een heel groot probleem. A few moments later. Few moments later. Wat moet je nu precies gaan doen? Ik heb letterlijk de opdracht om rondjes te gaan rijden met die auto om de benzine eruit te krijgen. Oh oh, hoe lang zit Viro? Geen idee, uren. Ongetwijfeld dat jullie me nu niet kunnen zien. Ik kan wel een lampje aan doen, maar nou, misschien dat je nu iets ziet. Ik heb dus zojuist de meest rare opdracht uitgekregen. En de opdracht luidde: ga rijden met dat ding zoveel als je kan, zo snel als je kan. Pak de rotonde, neem hem 6 keer, whatever. Maar zorg dat de brandstof uit de auto gaat. Er stond op de aanmeldingsformulier stond dat, je ze gewoon, dat ze dat hier konden doen voor je. Alleen dat kunnen ze dus niet. Dus moeten we dus op een hele onconventionele manier de tank leeg zien te krijgen. Nou, dit ga ik dus even de komende 20 minuten denk ik maar doen. Zoals je ziet, we zitten net voorbij de 60% op. Nou, we gaan kijken hoe ver we kunnen krijgen. A few moments later. Ja, het gaat nog niet heel hard, maar we zijn wel een stuk verder. Steeds tegen de 300 aantikken. Ik ben er een beetje klaar mee. Goed, nou, hij staat hier nu achter. We hebben hem aardig leeg gereden en we laten hem eventjes achter. Sta je dan? Het is pikken donker. Het is inmiddels 8:10. En we zijn nog niet weg. En we weten nog steeds niet zeker of dat hij ook mee mag op het vliegtuig. Je moet er wat voor over hebben om een Bugatti in Europa te krijgen. Maar als het lukt, dan hebben we het goed gedaan. En het is inmiddels 9:30. Ja, het is 9:30. We zijn iets van 4 uur verder sinds dat we hier binnen zijn gekomen. En de auto gaat op transport. Bureaucratie, jongens. Het is geweldig. Maar ja, wij zijn in ieder geval klaar. En hopelijk komt hij ook heel huis aan in Nederland. Wij gaan even wat eten, want het voelt voor ons ook een beetje als Ramadan. Want we hebben sinds vanochtend niks meer gegeten. En zoals gezegd, het is 9:30. Ja, en we zijn weer terug in Nederland. Nou, hebben we hier binnenkort ook een Bugatti staan? Dat ga je allemaal zien in de volgende aflevering. Laat vooral ook nog eventjes hieronder in de comments weten welke rit ik nu moet gaan rijden. Wordt het Streetchasm of wordt het de Gumball? Ja, dat laat ik even van jullie afhangen. Van wat vinden jullie leuker om naar te kijken? Want ik kan er natuurlijk maar eentje rijden. Wat je hieronder ook eventjes kan laten weten is wat je van deze vlog vond. Want zoals je kon zien was die iets langer dan normaal. Ik heb iets meer beelden gebruikt. En nou, laat me even weten of dat je het fijner vindt om naar een vlog van ongeveer 14 minuten te kijken. Of zoals deze van 20 minuten. Ja, en dat brengt ons ook weer bij het einde van deze vlog. Dus ik hoop dat je het weer super leuk hebt gevonden om naar te kijken. Vond je het leuk? Vergeet dan vooral niet de thumbs up. En vergeet ook vooral niet te subscriben. Want zoals je weet gaan we binnenkort dus de Gumball of de Streetchasm rijden. We gaan ook nog een nieuwe auto kopen. En nog veel meer gave dingen met auto's. En dat ga je natuurlijk zien op het kanaal. Dus vergeet niet te subscriben en ook even het belletje aan te zetten. Want dan ben je er als eerste bij voor een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.